Juppakee, daar gaan ze. Dat is Velbinder. Nummer 9. Velbinder Tamara. Daar. Nu in tweede stelling zit. Dat is Geiger, Teresa. Zullen we wel de instructies van de coaches tegengekregen hebben? Geiger, eerste bel, eerste tussensprint. Sprinten, dames. Ja. We gaan het noteren. Wie de tweede pakt. Negen en het nummer 47. 9 krijgt 2 punten. 47 krijgt 1 puntje. 47. Dat is dus Tas. Sandrine Huisvera opgeschoven naar het tweede stek in het voor van Tas. Sandrine, waar zit de rest? Nummer 9, Velbinder. Schuif mee. Last van krampen, zo te zien. Het gaat weer even sneller. De bel. En de sprint. Kijk wie de punten gaat pakken. Ja, veel met de vier zitten. De rechte handen. De tweede handen. En daar is ze dan. 9. Ik dacht zelfs Huis. Die punten kunnen ze pakken. Dus 9, Velbinder, 4 punten. Vel voor de laatste ronde en de laatste punten. Juniores, heren, naar de wachtbox. Juniorum à la chambre d'appel. Junior man to the waiting room. En Huis. Met 4, Huisvera, 48, 4 en 47. Als Huisvera in de voorlaatste sprint een puntje gepakt heeft, zou dat betekenen dat de overwinning hier gaat naar Huisvera. Want ze zou dan samen met Velbinder 4.